Hey Tabitha. Hey Eline. Hi. Ik wil je nog eens vragen. Vind jij het vervelend als er een advocaat bij een mediation betrokken is? Dus namens een van de partijen? Nou, bijna nooit eigenlijk. Heel soms heb je een advocaat die eigenlijk tegen mediation is. En vindt dat zijn cliënt nooit aan mediation had moeten beginnen. Dus dan is het een beetje lastig. Want dan is zo iemand wel een stoorzender. Maar bijna altijd ben ik heel erg blij met een professional die op de achtergrond of zelfs aan tafel meeluistert en ook de cliënt helpt begrijpen of dat nou de werkgever is of de werknemer, van wat is nou de juridische waarde van je argumenten, waar zit de ruimte om te schrikken en sommige dingen ook nog eens goed uitlegt, want mensen zijn soms ook een beetje in hun boosheid overtuigd, niet alleen van hun gelijk, maar ook van hun juridische gelijk. Ja. Dus het is heel fijn om dan een advocaat te hebben die meedenkt. En de advocaat heeft dan de positie om advies te geven? Ja, als het in de onderhandelingsfase geeft hij advies. En in de fase daarvoor kan hij soms ook de medewerker of de werkgever een beetje kracht geven. Dus is hij een soort van coach of adviseur, begeleider. En dat geeft mensen soms de kracht om het gesprek wel aan te gaan. En mensen zijn soms ook al een tijd van elkaar vervreemd en eerdere gesprekken zijn helemaal niet goed verlopen. Dus ik ben eigenlijk heel blij met een meewerkende advocaat op de achtergrond of advocaten op de achtergrond. Oké, dankjewel.